Het Sinterklaasfeest is het populairste Nederlandse volksfeest en wordt gevierd op 5 december. De Sint komt aan uit Spanje met de stoomboot, rijdt op een wit paard en heeft bruine vrienden. Die noemen we Zwarte Pieten. De aankomst van de Sint is zo belangrijk dat die elk jaar live op televisie wordt uitgezonden. Nederlandse kinderen houden veel van Sinterklaas. Dat zal te maken hebben met de cadeaus die hij meebrengt. Maar als kinderen niet zoet zijn geweest, dan krijgen ze straf. Met de roe. Of gaan ze in de zak. Mee naar Spanje. Mocht u de Zwarte Piet discussie toch aan willen gaan, dan zult u horen dat hij zwart is geworden door het klimmen in de schoorsteen. Hoewel dat natuurlijk nog niet verklaart hoe hij aan zijn zwarte kroeshaar en zijn grote rode lippen komt, vinden Nederlanders deze uitleg afdoende. U zult het ermee moeten doen. Zwaait al lang niet meer met de roe en dreigen met de zak is ook volkomen uit de tijd. Maar toch is Zwarte Piet nog steeds onderwerp van discussie. Dit jaar verhitter dan ooit. Want de domme sukkel met de dikke lippen wordt niet meer gepikt. Want dan ben ik zwart als goed, meen het wel goed. Sinterklaas is tijdens de landelijke intocht beveiligd door een speciale arrestatieeenheid van de Groninger politie. De Sint werd gisteren tijdens de intocht door de stad Groningen begeleid door een aantal pieten in lichtblauwe pakken. Bleken geen echte pieten, maar leden van een arrestatieeenheid van de Groninger politie. Opdracht: het beschermen van de Sint. Op deze beelden is te zien hoe de beveiligingspieten de Sint geen moment uit het oog verliezen. Ze dragen onder hun lichtblauwe pietenpak een kogelvrij vest en zijn gewapend. Bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam hebben tientallen demonstranten geprotesteerd tegen Zwarte Piet. Op de Dam was het protest tegen Zwarte Piet. 30 demonstranten keerden Sinterklaas de rug toe. Zij vinden het feest racistisch. De demonstranten protesteerden tegen uitsluiting, racistische karikaturen en het bagatelliseren van de gevoelens van een minderheid. Het protest verliep zonder probleem. Thank you.